We gaan nu over tot het leggen van de groepstukken bij het monument. Ik wil daarvoor uitnodigen namens de Stichting Kritiseel Leeswijk, Jacqueline Kerkhoff. Donkers bloemstuk leggen bij het monument. Namens het museum Bevrijdende Vleugels zal ook een bloemstuk worden gelegd. And then I would like to invite John Primorano to lay a wreath together with us for the United Way Necklace. Dan gaan we nu over tot het lossen van saluutschoten. We will bring a 21 salute for all victims of World War II. Dames en heren, we gaan saluutschoten lossen. Denk u even aan uw oren. Please watch your ears. Eifelman! Hoort! Uit! Als het let! En aansluitend spelen we hier de taps.
Van deze bijzondere ceremonie als onderdeel van het evenement Dropzone A1 Heeswijk. Een evenement waar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in speelt. Een geschiedenis die we gezamenlijk in leven proberen te houden voor de komende generaties. Dit kan alleen door het leveren van gezamenlijke inspanningen en met elkaars hulp. Alleen op deze wijze is het gezamenlijk doel te realiseren. Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd bij de reenactors, want zij kunnen op een waarheidsgetrouwe wijze de geschiedenis bij de mensen leggen. Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd bij belangenverenigingen, want zij kunnen met herdenkingen de geschiedenis onder de aandacht houden. Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd bij alle personen die onderzoek naar de geschiedenis doen, want zij registreren gebeurtenissen in detail die kunnen worden overgedragen. Een belangrijke rol is hiervoor weggelegd bij de auteurs die de moeite en inspanningen nemen om de geschiedenis vast te leggen voor de volgende generatie. Het is dan ook vandaag dat deze gelegenheid aangegrepen wordt voor de presentatie van een nieuw boek Orange is the Color of the Day van Michel Dutret en Peter Hendricks. Alweer een mijlpaal in de historische geschiedschrijving.
Om kennis te nemen van dit unieke werk zullen de genodigden zometeen plaatsnemen in de ridderzaal van het kasteel. Ik wil u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid en inspanningen hier bij het kasteel. Jack is zojuist door Hubert Achter opgehaald in Brussel. Die is rechtstreeks ingevlogen, om zo maar te zeggen, vanuit Amerika. En ik wil graag even een applausje vragen voor Jack. Ook Jack die zal dit weekend bij ons aanwezig zijn. Hij heeft ook een boek geschreven en dit weekend is hij aanwezig om dat boek persoonlijk te signeren. Hubert, wij gaan nu naar de ridderzaal van het kasteel. Thank you very much.